Er waren al succesvolle edities van Smile Safari in Brussel, in Kortrijk en in Lille. En nu is deze hier in Antwerpen. Maar wat is Smile Safari precies? Smile Safari is eigenlijk een plek waar je naartoe komt om leuke content te maken voor op je socials. Maar eigenlijk komen mensen vooral naar hier om een leuke dag te hebben. Het is een leuke uitstap voor jong en oud, om met je gezin te doen, om met je vrienden te doen. En met weinig moeite heb je dan ook nog een keer een gsm vol tof fotomateriaal. Ja, dat is de max. En hoe zijn jullie dan op dat idee gekomen? In 2019, bij onze eerste editie, hadden we al langer in het snotje dat de term Instagrammability en dingen die er goed uitzien op foto, dat echt wel een ding was. 3, 2, 1, go! Dat mensen echt zochten naar plekken waar ze mooie foto's konden trekken, waar ze mooie video's konden maken. Naar aanleiding daarvan waren er in Amerika al heel wat Instagram-musea opgedoken. En we hebben er zo een bezocht en we dachten zo van, waarom hebben we dat niet in België? Laat ons dat gewoon doen. En voilà, kijk, een paar jaar later en we zijn ondertussen 4 edities verder. Dus, ja, zalig. We merkten wel toen we hier in België startten dat volledig nieuw was. Dat mensen niet goed snapten wat het was. En nu is het eigenlijk al een begrip geworden. Je spreekt over Instagrammability. Je leest wel eens dat social media op zijn retour is of dat die perfect gestaalde foto's, dat ook een beetje gepasseerd is. Merk je dat hier of vind je dat niet waar is? Ik denk dat er daar wel een grond van waarheid in zit, maar merken we dat hier? Nee. Mensen gaan altijd graag leuke foto's nemen. Het draait hier ook niet om de perfecte foto, het draait hier vooral om plezier maken. En mensen komen echt daarvoor naar hier om gewoon een leuke dag te hebben. Wat is er nieuw in deze editie? Heel veel. Het zijn eigenlijk bijna allemaal nieuwe decors. Okay. Sommige zijn geïnspireerd op oude dingen. Er zijn ook heel veel dingen dat we eigenlijk recycleren, dat we eigenlijk zelf in een nieuw jasje steken, zoals de taart en zo. Want ja, dat is zonde om dat allemaal weg te gooien, maar we geven daar eigenlijk een volledig nieuw leven en een nieuw verhaal aan. Alright. Onze volledig nieuwe dingen is onze Smile Saloon, dus eigenlijk waar je kunt eten en drinken, maar dan zo van leuke wafels op een stokje tot Cornetto Soft, Fanta Frozen hebben we ook. Superleuk. Ja. En dan de Sweet Spot, eigenlijk een privéruimte dat je kunt huren voor verjaardagsfeestjes, voor meetings. En dan ook onze fotoboots. Dus dan kun je eigenlijk met een QR-code bepaalde camera's dan hier rondhangen. Dan kun je daar foto's mee laten nemen. Ja, leuk hè. En werken jullie ook samen met mensen? Ja, dus we hebben eigenlijk een paar partners. Dan eigenlijk dan een ruimte sponsoren eigenlijk. Dus dan betalen die eigenlijk voor hun eigen ruimte bij ons te hebben. Dus dat wordt helemaal voor hun gedesigned. Ja. Gaan we samen ideeën overlopen wat eigenlijk goed bij hun brand past. En dan hebben we ook een paar lokale artiesten waarmee we vaak samenwerken. We hebben nu bijvoorbeeld Karen François, Dries de Poorter, Pieter Boels. Dus die maken dan eigenlijk hun eigen wall eigenlijk, of hun eigen ruimte. En daardoor vernieuwen we ook heel vaak van decors. Dus hebben we dan nieuwe artiesten of partners dat we krijgen en dan veranderen we ook de decors hier heel vaak. Het is zeker de moeite om dan een keer terug te komen. Hè. Ik ken er absoluut niks van. Ik weet niet hoe ik content moet creëren voor TikTok. Kan jij mij helpen? Heb je tips? Mijn grootste tip is eigenlijk echt elk decor goed bestuderen, want bepaalde decors hebben ook zo'n vloer. Okay. En je kunt daar gewoon vlak gaan voorstaan met een leuke achtergrond. Maar als je camera bijvoorbeeld meer van langsboven houdt, en je hebt de vloer erbij, is het precies gelijk of dat je echt in een decor, in een box of zo zit. Ah. Dus alles goed bestuderen en altijd denken van wat kun je hier allemaal mee doen. En als ze zegt van oei, ik ben daar niet goed in, kijk gerust op onze socials. Daar kan je heel veel inspiratie op doen. Dat ga ik doen.